Niet spieken. Super cool, deze super stoere schoenen. Dat was mooi, hè, Luxie. Daar moeten jullie net op. Een hele goeie. Morgen. Wij zijn de Bellinga's van Wintersorgers. Ja, het is donderdagochtend. Ik kom beneden, mijn kroosje die al lekker voor de kindertelevisie. Vroeg wakker vandaag. Nou, gezellig. Het is vandaag donderdag. Nu gaan we zitten, gaan lekker naar de basisschool. En Luxie gaat lekker naar kinderdagverblijf. En papa en mama trekken zich eventjes terug naar het wellnessresort. Ja, bedankt voor de lieve kerst- en nieuwjaarskaartjes die jullie hebben toegestuurd. Lieve Bellinga's, ik kijk jullie vlogs sinds dat ik elke dag opsta om 6:30. In januari komen er nieuwe YouTube-regels en maak ik mij wat zorgen. Maar om jullie te blijven kijken, blijf ik positief net als jullie. En jullie zitten al jaren in mijn hart en zijn mijn tweede online familie geworden. Ik heb jullie app alvast gedownload. Zo weet ik zeker dat ik jullie vlogs kan blijven kijken. Ik hoop jullie snel weer een keer te ontmoeten. Liefst van Marjolein. En dus van haar zusjes Eveke en Sarah. En schrijf hier nog PS. Mijn oma is ook heel erg fan van de Bellinga's. Ze praat de hele dag nergens anders over. Dus dit is een heel lief briefje. Wat ook ons hart verwarmt. Natuurlijk is het wat spannend. We hebben geen idee wat er nou in januari 2020 precies gaat veranderen in YouTube. Wij hopen eigenlijk niet veel. Jullie weten dat onze vlogjes eigenlijk als een persoonlijk dagboek maken. Wat zowel dus leuk is om te kijken voor oma's, opa's, papa's, mama's en lieve kinderen. Maar ja, we laten het los. We hebben ons best gedaan. We zijn in ieder geval heel dankbaar dat we al jullie lieve fans natuurlijk blijven zien, zowel op ons YouTube-kanaal als op ons Bellinga.tv-kanaal. En ik heb altijd één ding geleerd. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. En ik wens jullie ook één hele goede zin toe die je echt kan leren onthouden. En moet je altijd tegen jezelf zeggen. The best has yet to come for us all. Dat betekent, het beste moet nog allemaal gaan komen voor ons allemaal. Nou, ik ga gauw de auto voorrijden, hoor je zo laten en de kids naar school mee. Ik hoop dat jullie het even leuk vonden. Toedeloe. Hey, wie komen eraan? Goedemorgen, Lucinda. Dat is een mooie pop. Goedemorgen, Luan. Kom maar aan boord. De kachel staat eraan. Goedemorgen, Zan. De kachel staat eraan, jongens. Ga maar in de gordel. Oké, dag, huisje. Dag, huisje, Lipip. Tot straks. Veel plezier op school, hè? Dank je. Kijk eens, rugtas 1. En rugtas 2. En Luxie, zien, heb je pop mee? Mama's pap, gaat hij mee naar jouw lesje? Oké, veel plezier. We hebben het heerlijk, het zonnetje in ons gezicht. We zijn net terug uit de sauna. En we gaan nu weer Luxie van het kinderdagverblijf halen. En Luan en Lucilla van de basisschool. Hallo Luxie. Hallo. Ja, een paprikaatje in de mond. Ja, ze zijn niet praten, papa. Ze hebben volle mond. Gezellig. Schoentjes aan en op naar boer en zes. Ja. We zijn weer lekker thuis. Hey, woeslebep. Zal ik ze even uitlaten, kinderen? Want we blijven maar heel even thuis. Luxie? Ja. Wij zijn weer lekker thuis. We hebben net de kids van school gehaald. En we hebben al jullie... En we hebben al jullie lieve kerstkaartjes bekeken en gelezen. Ook super lieve briefjes erbij. Volgens mij heeft Daniel vanochtend ook al wat voorgelezen. Ook deze brief heel erg lief. Die hebben we gelezen. Super leuk om te lezen. Dat jullie allemaal zo genieten van onze vlogjes. En dat jullie ons allemaal fijne kerst wensen. Wij wensen jullie natuurlijk ook fijne kerst. Maar goed, het is voor in de vlog al kerst geweest. Maar sowieso ook een heel goed en gezond en gelukkig 2020. Wat er ook alweer bijna aan gaat beginnen te komen. Ja, schatje, wat is dit? Kijk, hier staat Lucilla. Dus deze kaartjes voor mij. Er staat Lucilla, Luan en Luxie. Dat is voor jullie allemaal. Ja. En we zijn net thuis van de kinderen van school ophalen. Van het kinderdagverblijf. Maar we gaan zo meteen weer naar school. Want Lucilla, wat gaan wij doen op school? De lichtjestocht maken. Dan gaan we een tocht maken met lichtjes. En dan wordt op een leuke speelse manier het kerstverhaal aan de kinderen verteld. En de papa en de mama gaan ook mee. Dus dat gaan we straks doen. Ja, natuurlijk. Ik vind het hartstikke leuk. Papa en mama gaan mee. Natuurlijk. Maar voordat we daarheen gaan, heeft mama eerst nog een verrassing voor jullie. Oh. Maar
En dan moeten jullie nu eerst de ogen dicht doen. En je mag niet spieken. Nee, ik kan echt niet spieken. Jij ook. Ogen dicht. Doe je handen voor je ogen. Ik hoop iets van muziek. Handen voor nee, je ogen. Nee, ik hoop iets van muziek. Het is niks muziek. Met muziek, Luan. Niet kijken. Huh? Luxie, let op dat ze niet spieken. Spannend. Niet spieken. Nee. Niet spieken. Echt niet kijken. Ik hoop dat een heel grote verrassing is. Niet spieken. Voel maar niet kijken. Alleen voelen. Nee, dit is een doos. Oké, jullie ogen maar open. Doos. Wat is dit? Is dit? Wat is dat? Lichtjes schoenen. Lichtjes schoenen voor de lichtjes tocht. Lichtjes schoenen. Je moet wel nog opladen, zie ik. Ja, volgens mij kan je ze aanzetten, kijk. Ah, waarom heb je ook hier aanzetten? Ik hoop ook hier mijn aan kan. Hier zit een knopje. Oh. Ja! Yes. Ze hadden nog niet geen babyvoetjes. Kijk dan. Het is trouwens niet gesponsord dit. Maar ik heb dus superleuke lichtjes schoenen voor de kinderen. Op. Weer een blauw. Roze. Geel. Wit. En dan is hij weer uit. Leuk hè? Ja. Nee, ik wil roze hebben. Blauw. Groen. Roze. Lichtblauw. Geel. Wit. En roze. En uit. Leuk joh. Kijk eens, Sil. Super stoer. Ja, hoe zit hij bij jou, Luan? Of, ja. Bij mij zit hij lekker strak. We kunnen het dicht toe maken. Dit is code aan jou. Super cool dit. Ze zijn echt heel gaaf. Vind je dat ook mooi? Dit zijn mijn twee lievelingskleuren. Oh ja, je kunt ook twee verschillende aandoen. Ja. Deze super stoere schoenen van de kinderen. Die zijn dus gewoon echt oplaadbaar met zo'n stekkertje. Zo'n USB-stekkertje zit erbij. En die kun je dus als ze bijna op zijn... Kun je ze in de stopcontact doen en dan kun je ze gewoon weer opladen. En dan kan je ze daarna weer aan. Grappig hè, dus er zit geen batterijtje in, maar die moet je dus echt opladen met een stekkertje. Ik vond het echt super grappig, ik had er nog nooit van gezien, dit soort schoenen. Voor degene die denken, wat is dat? Het is hiervan. Nogmaals, het is niet gesponsord, ik heb het gewoon zelf online gekocht. Maar het is deze. Wie heeft er zin in een discofeestje? Ja! Een discofeestje doen! Ik zie ook. Heel even de gordijnen dicht. Zo. Dat het natuurlijk wel een beetje enigszins donker is. Vloep. Zo. En hij heeft meteen zijn kerstversiering aangedaan hier overal. En hier de discobal die draait alweer rond. En we hebben het kerstboompje. Die is aan. En dan gaan we een leuk muziekje opzetten, Luxie. Ja. Zijn jullie klaar voor het optreden van Luola de Zilla en Luxie? Daar komt ie. Mooie Luxie. Fijn om je te horen. Oh, waarom ben je samen? Als je losgaat, wat niet bij je past. Geef je ruimte aan jezelf. Dan vraag ik nu jezelf af. Ging dit niet veel te snel? Niemand om me
ons heen, alle problemen vergeten. We leefden onze droom, maar die droom is nu verleden. Want de realiteit is dat de liefde is verdwenen. Je zocht naar een reden, maar dat is niet hoe het zat. Al die meningen van anderen als we liepen door de stad. Alles gegeven, alles gedaan. We staan hier boven, ik alleen maar voor. Deze rokjes nog gevonden, want die hadden we natuurlijk ook nog. En die hebben ze net ook aangedaan. Dus Lucilla wil ook het lampjesrokje aan. En Luxie heeft ook het mooie lampjesrokje aan. Af naar school, op naar de lichtjesoptocht. En Lucilla wil nog iets laten zien. Oeh, mooi schatje. Nou, ga je nog een laatste dansje doen? Ja. Gaan we zo naar school. Een uurtje weg van school, maar nu zijn we alweer terug. Ja. En wat gaan we doen, kinderen? Ja. Dit is een soort kerstverhaal met een lichtjestocht. Ja, heel leuk bedacht. In plaats van een kerstdiner, een kerstoptocht. Ja, een lichtjestocht. Ja. En mooie schoenen hoor, kinderen. Ja. Nou, let's go. Ja, dat zijn de schoenen. Wow. Ja, loop maar door. Vier lampen, lampen. L-U-A-N. En jij bent? Lucilla. Drie. En? Luxie. 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 En nu voor mij. Hoe pakken ze allemaal op een I of een L, hè? Ja. Volg de leider. Volg de leider. Volg de kaarsjes, Lucilla. Zo noemen we dit ook wel de lichtjesroute. Ja, jullie zijn wel ontzettende lichtjes met die TL-balkon in je zolen. Oh, dat zijn veel kaarsjes. Wat is dat nu al? Jozef en Maria. Huh? Nou, zalig kerstfeest, Maria en de engel. Kom Jozef en Maria aan. Echt waar? Volhouden, Maria. Het is niet ver meer. Ik ben zo moe, Jozef. Ik weet het. Maar je kunt het. Oh, kijk,
Ik zie een staal in schuur. Misschien is dat wat. Sorry, maar alles is vol. Alle bedden zijn vol. Ik heb geen plek meer voor jullie. Dag. Goeie bevalling toegewenst. Nou, de volgende. Oh, wie zijn dat nu, Stella? Luxie, dat zijn de engeltjes. Luisterklokjes, klingelingeling. Luisterklokjes, kling. Laat de boodschap horen. Jezus is geboren. Met die blijde klanken. Kwam op de aarde voor ons allemaal. Naar het volgende kerstverhaal. Is dat je wel? Ja, is Els. Echt? En mama, mijn juffrouw. Als er een hele heldere ster aan de hemel is. De zijn er drie koningen, dat drie koningen? Wauw. Oh, Silla. Ja. Je zag de maan, hè? Doei! Oh, dat is een helletje nu. Morgen is er weer je vels. Nu een helletje. Wij zijn uit het oosten. Is hier een koning geboren? Zo, nou. Niet in dat dure kasteel. Maar waar zal dan de baby geboren zijn? Wat is dit? Oh, ik ga jullie een verhaal vertellen. Een stal. Kom, ga je mee? Daar is de stal. Daar moeten jullie naartoe. Ja, zo maar hier. Wat ben je? Dag mooie kinderboerderij. Of kerstboerderij moet ik zeggen. Nu gaan we ergens eten. Nou, dan gaan we hier lekker avond eten, goed? Mama, weet je welke letter ik vandaag op school heb geleerd? Welke letter heb je geleerd? Nou, de van fiets. Van fiets en van Vara, van mijn naam. Oh ja! Is dat mijn naam? Zou je bijna mijn naam schrijven? We hebben nummer 37. Goed hoor, hè? Als ze mama roepen, hè? Is het gezellig zo even avond eten? Oké, 37 voor. Ja, ja, komt hierna. Net was 36, en hoor je zo meteen. Hebben bingo! Voeg je hart, boom boom mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boom boom mee.